Mensen, goedemorgen allemaal. We gaan beginnen. We gaan beginnen. De volgende spreker, dat is een heel bijzonder persoon, heb ik het idee. Sommigen van jullie kennen hem misschien van projectleven.nl, blogger, of van de podcast Project Leven Show, zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. Deze meneer die doet elke maand een nieuw experiment op zichzelf. Hij kan je van alles vertellen over paleo, over bulletproof koffie, over crossfit en over Russisch winterzwemmen. Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ik wil heel graag het woord geven aan Peter Joosten. Applaus alsjeblieft. Bedankt. Mijn verhaal is paleo 2.0, de invloed van persoonlijke data op voeding en leefstijl. En ik ga mijn verhaal doen aan de hand van vier personen. Die je ziet staan op de afbeelding. Dat zijn Tom, dat ben ik zelf. En dat is Jessica en Josia. En de laatste twee zijn Amerikaans, dus misschien is het wel Jessica en Josia. Maar voordat ik het doe, ben ik benieuwd wie jullie zijn. Mag ik een hand zien van degene die hier zijn als arts? Of vergelijkbaar? Ja, heel leuk. En wie is er diëtist? En wie is er onderzoeker of wetenschapper? En wie is geen van alles, maar gewoon geïnteresseerd? Hartstikke leuk. Zoals Birgit al zei, is mijn naam Peter Joosten. En ik ben geen arts, ik ben geen onderzoeker en ik ben geen wetenschapper. Dus ik vind het belangrijk om dat te vertellen. Ik ben wel blogger, ik ben biohacker en ik ben een menselijk proefkonijn. En wat biohacking is, dat zal ik u zo meteen vertellen. Alles wat ik vertel is in tegenstelling tot de vorige spreker, Wil Roepboek, die ging de verleden in, 2 miljoen naar het verleden. Ik ga in op de toekomst. En alles wat ik vertel, daar heb ik links van. Op het einde deel ik mijn presentatie en ook alles waar ik mijn verhaal op heb gebaseerd. Als je het leuk vindt, projectleven.nl, de podcast, Project Leven Show. En ik organiseer ook bijeenkomsten over biohacking, de zogenaamde biohacking meetups. Deze kan ik ook gebruiken. Ik heb geen belangen die van invloed zijn op mijn verhaal hier, dus we kunnen gauw door naar de volgende. Ik ga het hebben met jullie over wat Quantified Self is en wat biohacking is. Ik ga twee persoonlijke experimenten toelichten, twee testen toelichten. Dan ga ik jullie vertellen waarom ik denk dat het paleo-dieet niet het dieet van de toekomst is. Ik ga in op de nadelen van alles wat ik eigenlijk heb verteld. En op het einde ga ik jullie nog vertellen over de impact van alles wat ik jullie zo meteen ga vertellen. Maar voordat ik verder wil gaan, ben ik benieuwd wie van jullie heeft wel eens gehoord van biohacking of quantified self. Mag ik ook handen zien? Nou, toch wel een aardige score. Ik kom het wel slechter tegen. Voor mezelf hanteer ik als term voor biohacking het optimaliseren van mijn leven en lichaam door middel van biologie en technologie. En de Finse biohacker Timo Arina die voegt daar systeemdenken aan toe. En waarom dat belangrijk is, daar kom ik zo meteen op. Maar er zijn ook mensen die zeggen biohacking is net als computerhacking, maar dan op je lichaam. Dus het klooien aan je lijf. En ik zelf gebruik eigenlijk een model voor biohacking van alles wat eronder valt. Er is niet één specifieke definitie van wat biohacking is. En ik verdeel dat onder in drie categorieën. Dus het gaat om het meten. Daar komt de quantified self in terug. Want dat is ook dat systeemdenken waar Timo het over had. Want je mag wel iets willen verbeteren in je lijf. Beter willen slapen, beter willen voelen. Maar je moet altijd wel weten wat je baseline is. Het gaat ook om het hacken. Dus dat is de middelste categorie, het wijzigen. En dan gaat het bijvoorbeeld over ontwikkelingen zoals 3D bioprinten, body-mind hacking. Maar ook DNA en RNA hacking. En het gaat over do-it-yourself grinding, maar daar vertel ik zo meteen wat over. En de derde categorie, ik geef dit soort lezingen ook veel aan ziekenhuizen en bedrijven. En dan gaat het met name over de derde categorie, namelijk wat is de impact van deze ontwikkelingen. En dan kun je denken aan dingen zoals kunstmatige intelligentie, dat is de singularity. Het moment dat kunstmatige intelligentie slimmer wordt dan menselijke intelligentie. Maar dat heeft ook te maken met life enhancement en life extension. En daar kom ik in de rest van de presentatie nog even op terug. Maar eentje die ik er nog wil uitlichten is helemaal rechts onderin, dat is transhumanisme. Transhumanisme is een filosofische stroming wat uitgaat van het principe dat de evolutie voor de mens klaar is als het gaat om biologie. En dat door alle technologische middelen die we nu hebben of de komende tijd gaan hebben, dat wij biologische grenzen kunnen doorbreken. Dus ik weet niet wie van jullie Netflix heeft,
Nou, als je dit leuk vindt, moet je in de serie Orphan Black kijken. En ik zal geen spoilers verklappen, maar daar komt de term Neolution in voor. Dus neolutie. Dus nu als mens zijn wij in staat om de evolutie te doorbreken. En er zijn mensen, Aubrey de Grey is iemand, maar ook Ray Kurzweil van Google. Aubrey de Grey, de eerste, die zegt de eerste persoon die 1000 jaar wordt, die is nu al geboren. Door ontwikkelingen zoals 3D bioprinten en andere dingen. Dus het is een heel fascinerend veld. Ik wil nog even ingaan op do-it-yourself grinding. Want dit is de pink van Tom. Tom van het begin. Tom heeft namelijk een magneet in zijn pink laten implanteren. Tom was onlangs ook in het nieuws omdat hij een OV-chip heeft laten implanteren in zijn hand. En Tom is ook degene die bij mij een chip heeft laten, die heeft geïmplanteerd. Ik heb hier een chip tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En je zou kunnen zeggen dat Tom meer capaciteiten in zijn lijf heeft dan ik. En ik heb dan weer meer dan jullie, want ik heb een stukje extra's. En dat is eigenlijk de term do-it-yourself grinding. Dat zijn mensen die elektronica in hun lijf stoppen om er meer mee te kunnen. En nu kun je misschien denken, wat moet je met een magneet in je pink? Nou ja, als je bouwvakker bent, dan is dat denk ik wel handig dat je weet waar bepaalde leidingen lopen. Nou ja, of andere dingen. Maar na dit uitstapje wil ik het met name hebben over Quantified Self. En dat is eigenlijk de meetbare mens. En dat is ook waar mijn avontuur begon een paar jaar geleden. Ik was veel bezig met sporten, hardlopen, wielrennen. Tegenwoordig doe ik daar ook crossfit bij. En waar ik heel gek op was, was dit soort dingen. Dus sporthorloges. En ik ging een training doen en ik doe mijn borstband om, sporthorloge om. En ik ging naar buiten en ik weet niet of je dat herkent, maar op een gegeven moment... Zeker een paar jaar geleden deed of mijn hartslag het niet of het GPS werd niet gesignaleerd. En ik vond het echt zo irritant dat ik gelijk meer naar binnen ben gegaan. Want ik dacht, wat is het nut van deze training doen als het niet wordt geregistreerd? Nou ja, ik kwam binnen, ik vertelde het verhaal aan Suzanne, mijn vriendin, ze zit daar. En het enige wat ze deed is, ze keek mij aan. En ze zei, Peter, je zou er echt iets mee moeten doen. En nou ja, ze bedoelde niet dat ik dan psychische hulp zou moeten zoeken, maar... een blog beginnen. Dus dat is waar voor mij voor starten. En als je nou denkt, wat is dat plaatje? Dat is een voorbeeld. Ik heb een app op mijn telefoon, Moves. En Moves is mijn stappenteller. En Moves is heel erg slim, want ik draag hem gewoon bij me. En Moves weet wanneer ik op de fiets zit, wanneer ik loop, wanneer ik in de auto zit of in het OV zit. Dus dat is heel handig, want dan weet ik hoeveel stappen ik zet en hoeveel kilocalorieën ik verbrand. Maar voor mij is het ook een soort van dagboek. Want dit is een voorbeeld van een applicatie die ik weer heb gekoppeld aan Moves. Dan kan ik ook voor de afgelopen 3 jaar kan ik een heatmap maken van waar ik allemaal ben geweest. En dat is best wel grappig, want dan kijk ik terug en denk, oh ja, ik zie daar bij Arnhem, zie ik een soort van patroontje. En toen denk ik, oh ja, daar heb ik een tijdje gewoond en dat is daar heb je de postbank, dus daar ging ik altijd wielrennen. Dus dan zie je dat ik daar veel heb gesport. Tegenwoordig woon ik in Amersfoort en ik werk hier, dus ben ik hier heel veel. Maar dat is een voorbeeld van eigenlijk live logging, dat is weer een onderdeel van Quantified Self. De basis eigenlijk van mijn project, dat zijn mijn maandelijkse experimenten. En je kan ze in 3 onderdelen verdelen. Soms is het waarin ik dingen niet doe voor de maand. Geen alcohol, geen koffie, niet warm douchen, geen ejaculatie of orgasme hebben. Soms is het waarin ik dingen wel doe. Bijvoorbeeld elke dag 10.000 stappen zetten, elke dag mediteren of... allerlei soorten dieet, vegetarisch, veganistisch, rauw veganistisch, Weston Price, ketogeen, paleo, et cetera. Dus ik heb het allemaal geprobeerd. Ik wil nog de Green Happiness proberen. Maar even kijken. En de derde is waarin ik dingen probeer te optimaliseren. Dus hoe kan ik slimmer worden in de maand? Hoe kan ik beter slapen? Hoe kan ik een vreemde taal leren? Hoe kan ik extraverter worden? Nou ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En voor nu wil ik er graag 2... experimenten uitlichten die een mooi beeld laten zien van wat je er allemaal mee zou kunnen. En de eerste is het paleo dieet. Dus ik deed al semi-paleo / voedselcentrum dat ik at. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik wil het gewoon een maand strikt doen om te kijken van wat dat met mij doet. En ik heb dat gedaan alweer een tijdje geleden, februari 2015. En ik heb verschillende dingen gemeten, maar ik heb nu vooral gekeken naar mijn voeding en naar mijn gewicht. Mijn gewicht heb ik gemeten met een Withings weegschaal. En die weegschaal is gekoppeld aan het internet. En als ik wil, kan ik het zo instellen dat als ik op de weegschaal sta, dat hij automatisch mijn gewicht op Twitter zet. Nou, dat heb ik niet gedaan. Maar hij meet bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid in de slaapkamer en de temperatuur. En ik heb dat dus ook al een keer gekoppeld met hoe goed ik slaap.
Nou, dat is iets voor een andere presentatie, maar dat soort dingen kun je ermee doen. En ik heb een app gebruikt, misschien ken je wel, MyFitnessPal. En hoe dat werkt is dat je dan invoert van, nou, ik heb een appel gegeten. En dan zegt de app van, oké, dat is zoveel kilocalorieën en dat is zoveel macronutriënten. En dan zegt ook hoeveel vezels en magnesium en zo dat is. En er komen voor mij twee interessante dingen uit. Want ik had namelijk verwacht dat ik veel minder energie zou binnenkrijgen gedurende mijn paleomaat. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Dus gemiddeld was het iets van 30 kilocalorieën minder. Maar het zat vooral in de verschuiving van de verhouding van de macronutriënten. Dus ik kreeg veel minder koolhydraten binnen en ik ging eigenlijk wat meer eiwitten en vetten eten. Er zitten wel wat aantal nadelen aan natuurlijk, maar daar kom ik zo meteen op. Want ik dacht, oké, ik heb eigenlijk over die hele maand iets van 30 kilocalorieën per dag. Dus dat is 300 kilocalorieën minder gegeten dan de maand ervoor. En wat doet het dan met mijn gewicht? En bleek dat ik toch in die maand iets van kilo, anderhalve kilo ben kwijtgeraakt. Dit is de Weird Things weegschaal. En dat zette mij wel aan het denken, want ik heb geprobeerd om alle andere intervenerende variabelen, zoals beweging, zoveel mogelijk te beperken. Zover dat kan, hè. Dus ik ben niet veel meer gaan sporten in mijn paleomaand, zeg maar. Maar ik ben toch wel steady wat gewicht kwijtgeraakt. Dus in ieder geval was het voor mij een indicatie dat simpel calorieën in, calorieën uit. Ik had van de week nog een podcast interview met Jelmer de Boer. Ik weet niet of jullie die kennen. Nou, die is daar heel erg fan van. In ieder geval, voor mij werkte dat in die maand niet. Maar zat het veel meer in, denk ik, in de verhouding van macronutriënten die voor mij een ander effect hebben op mijn gewicht. Dus dat is heel interessant. Maar wat heel lastig was aan dat project, is dat het heel veel discipline vergt. Dus je moet je voorstellen dat elke keer als je wat eet, dan pak ik mijn app er weer bij en dan zeg ik, oh ja, ik moet nu een appel en drie eieren met spek en zoveel gram boter ongeveer. En als ik dat voor mezelf doe, dan is dat, nou ja, dan is het vervelend. Maar ik vond het met name vervelend als ik naar een restaurant ging of bij mijn schoonouders ging eten. Want dan ja, zeg je van, hoeveel groenten zat er eigenlijk in en hoeveel boter. Want je wil natuurlijk wel gewoon goede metingen hebben. Dus als je echt diehard met Quantified Self aan de slag gaat, heeft dat wel impact op je sociale leven. En we moeten je daar tegen kunnen. Maar gelukkig is er een oplossing voor. Dit is een project op Kickstarter. Dat is een crowdfunding campagne. En dit is de toekomst, als je dit leuk vindt. Je kan maar gewoon een bord kopen en daar doe je voedsel op. En het bord herkent dan wat erop ligt, wat kilocalorieën en wat de macronutriënten zijn. Je hebt hier ook al bekers van. Dus je hoeft het allemaal niet meer zelf te doen. Dus dat is ideaal. Lijkt mij fantastisch. Het volgende project wat ik wil laten zien is, geeft al mooi aan dat ik meer ben gaan meten en dat mijn experimenten wat extremer zijn geworden. Ik heb nou 2 maanden geleden heb ik 5 dagen niet gegeten. En dat is vanuit het principe dat dat goed is om, ik doe sowieso aan intermittent fasting, dus periodiek vasten. Dus ik sla wel eens 1, 2 of 3 maaltijden over. Maar ik dacht, ik ga nu een keer 15 doen, dus 5 dagen niet eten. En ik heb een aantal dingen gemeten. Namelijk weer mijn gewicht, maar ook ketose. En ik kan daar ook een heel ander verhaal, apart verhaal over maken. Maar ketose is eigenlijk een soort van ander verbrandingssysteem van je lichaam. En dat is dat je lichaam niet meer op eiwitten en koolhydraten haar verbranding kan doen. Maar eigenlijk dat je vetcellen echt heel erg op vetverbranding gaan zitten. Dus een van de dingen, daarom drink ik ook bulletproof koffie bijvoorbeeld. Maar nu heb ik dat helemaal niet gedaan. Gewoon 5 dagen niet eten. En ketose, krijgt nu steeds meer populariteit. En je kan dat op 3 verschillende manieren meten. Nou, via je bloed. Maar dat vond ik een beetje veel gedoe. Dus ik heb het op 2 andere manieren gemeten. Namelijk met urinesticks. Dus daar plas je op. En dan wacht je 10 seconden en dan verandert die van kleur. En dan meet je de waarde af van in welke mate je, zeg maar, grof gezegd, eigenlijk op vetverbranding leeft. En de tweede is door middel van je adem. Nou, op het moment dat je lichaam het overslag maakt naar ketose, dan ga je ook een beetje metalig ruiken. Nou, je kan dat ook meten, acetoon wordt gemeten. Dus ik ging dan hierin ademen en dan krijg je ook een score eruit. En daar kom ik zo nog even op terug. En ik heb ook gekeken naar mijn slaap, naar mijn stress. Dat heb ik gemeten met hartritmevariabiliteit. En wat heb ik nog meer gemeten? Oh ja, en mijn slaap heb ik gemeten met een Bedit. Dat is eigenlijk een sensor die ik onder mijn matras leg. En dan kan ik mijn slaapkwaliteit meten, maar ook hoe vaak ik me omdraai per nacht. En hoeveel ik adem per nacht en dat soort dingen. Dat is ook super boeiend. En wat wel leuk is dus dat ik de mate van ketose heb gemeten. Door middel van 2 instrumenten.
En deze tabel die laat twee interessante dingen zien. Namelijk de eerste is dat de urinestrips, die hebben best wel een rudimentaire schaal. Dus je gaat van 0 naar 5, naar 20, naar 40, aan de hand van die kleurtjes. En je kan ook zien dat mijn urinestrips, dat zijn die rode, dat zijn die blauwe, die gaan heel geleidelijk omhoog. En die blijven dan ook gewoon op hun hoogste waarde zitten. Maar wat interessant is, is dat de ketonix waarin ik ging ademen, dat die een veel die geeft dus een numerieke waarde van 0 tot en met 50 in dit geval. Dat die veel meer variabiliteit heeft gedurende mijn experiment. En er zit ook een outlier in die ik niet kan verklaren. Nou, voordat ik begon, want dit is waarin ik stopte met eten en dit is wanneer ik weer begon, had die echt een hele hoge waarde die ik nog steeds niet kan verklaren. Maar ik vermoed, en daarvoor moet je dus op letten als je met Quantified Self aan de slag gaat, dat het te maken had met of ik te hard of te zacht, of in ieder geval anders blaaste blies in dit apparaat dan ik gedurende mijn experiment heb gedaan. Een ander ding wat ik wel leuk vond, is dat ik begon met een hypothese. Dat ik dacht, op het moment dat ik weer ga eten, en ik weet niet wie van jullie dit al een keer heeft gedaan, maar geloof me, als je na 5 dagen weer mag eten, dat is echt goddelijk. Ik heb toen sushi gegeten, dat was echt heerlijk. Is dat ik dacht van na die sushi is direct ben ik volledig uit mijn vetverbranding. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Dus een paar uur later had ik nog een keer gemeten. En toen zat ik ongeveer op de helft. Dus net als na 2 dagen in mijn vast. En pas na een nacht slapen, dit is de nacht slapen in, was ik er eigenlijk helemaal uit. Dus dat vond ik ook wel, in ieder geval voor mezelf, wel heel interessant. En deze vond ik ook leuk om te laten zien. Als je diëtist bent en mensen vragen je hoe kan je afvallen. Nou, mijn advies zou zijn gewoon niet eten. Want ik verloor binnen ongeveer 1 kilo per dag. En ik ben er nog steeds niet helemaal bij. Dus dat is in ieder geval een advies wat je zou kunnen geven. Maar dat is zeg maar over het meten van ketose. Maar ik heb het ook over biohacking. En als je dit interessant vindt, er zijn tegenwoordig ook gewoon dingen op de markt, zoals KetoForce, dat je externe ketonen kan innemen. Dus je ziet heel erg een ontwikkeling van het meten naar ook het hacken. Dus je hebt allemaal van dit soort dingetjes al te koop die zeggen van, ik krijg externe ketonen binnen. Ik heb het wel gebruikt voor hardloopwedstrijden en toen merkte ik wel verschil. Maar eigenlijk zou ik dit experiment nog een keer moeten doen en dan dit moeten nemen en kijken of ik dan sneller in hogere waarden zit. Maar dat is iets voor een andere keer. Er zijn ook metingen, dit zijn 2 voorbeelden van metingen die jullie of jullie cliënten elke dag kunnen doen. Maar er zijn ook metingen die je gewoon 1 keer in je leven hoeft te doen, of een paar keer in je leven. Ik heb ook mijn DNA laten analyseren. Je spuugt dan in een buisje, dat stuur je naar de Verenigde Staten. Een paar weken later krijg je een e-mail, Peter, je resultaten zijn beschikbaar. Ze mogen nog niet alles in kaart sequencen, omdat ze daar met strenge regels te maken hebben. Dus ze mogen niet bijvoorbeeld naar het Angelina Jolie-gen kijken, dan heeft dat bij mij niet zoveel zin. Maar zij mogen alleen naar geassocieerde populaties kijken. En voor mij, ik heb dit gedaan. En ik ga eerst vertellen wat eruit komt en daarna waarom je mijn verhaal met korreltjes zou moeten nemen. Bij mij kwam eruit dat ik 20% meer kans heb op een bepaalde hartaandoening. Dat ik 7 keer zoveel kans heb om snel kaal te worden. Nou, vooral van dat tweede schrok ik heel erg. En ik heb ook gekeken van wat vertellen mijn genen over hoe ik zou kunnen sporten. En het blijkt dat ik een mix ben tussen een duursporter en een sprinter. Dus ik ben geen Usain Bolt genetisch, maar ik ben ook geen lange afstandsloper. En wat ook heel interessant is, en dat wordt een beetje discutabel, dat er ook onderzoeken zijn gedaan naar de relatie tussen je genen en je persoonlijkheid. En bij mij is de kans groter dat ik snel boos word en weinig inlevingsvermogen heb. Dus nou ja, ik weet niet of dat zo is. Maar wat heel boeiend is aan het vakgebied, is dat je hier zeker ook in het veld van voeding en diëtiek heel veel ziet gebeuren. Je ziet het nu al in de media. Er is een gen ontdekt voor verslaving. Er is een gen ontdekt voor verzadiging. Dus mensen die dat gen hebben, die zijn sneller verzadigd. Er is een gen ontdekt voor obesitas. Er zijn ook bedrijven die zeggen, je kan bij ons een genenanalyse doen. En je krijgt dan een persoonlijk assessment, dus dat wordt gebruikt voor carrièreontwikkelingen. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, doe bij ons een genenanalyse en wij gaan dan adviseren wat je zou moeten eten. Maar dan wordt het heel interessant. Want waarom ik zeg dat je dit ook met een korreltje zout moet nemen, is omdat je ook te maken hebt ook met de relaties tussen genen onderling. Dat is ook heel complex. Maar je hebt ook toch te maken met epigenetica. Dus wanneer komen bepaalde genen tot uiting of niet.
Dus de beloften zijn heel erg groot, maar hoe ver, wat we er nou mee kunnen, daar is nu nog in ieder geval heel veel onduidelijk over. Maar als we het hebben over hacken, meten versus hacken, is dit ook interessant. Want de eerste testen, met waar ik in het begin over had met mijn plaatje over biohacking, had ik het over DNA-RNA-hacking. In China zijn de eerste testen begonnen met zogenaamde CRISPR-9 technologie. Dat is het editen, het bewerken van genen. Dat wordt nu gebruikt tegen kleine studie voor mensen die kanker hebben. Er worden echt op genenniveau worden bewerkingen gedaan. En nu is dat natuurlijk heel mooi, want dan wordt dat gedaan voor mensen met een aandoening. Alleen de vraag is, gaan we over 50 jaar, kan ik dan naar een arts gaan of naar een commerciële instelling en zeggen van, hey, ik heb het obesitasgen, of ik heb 3 obesitasgenen, kun je dat eruit halen? Ik weet het niet, of we dat zouden moeten willen, maar het is wel een mogelijk toekomstbeeld wat er kan zijn. Een andere test, wat ook past binnen het thema van dit symposium, is een darmflora-test. Dus ik heb nu niet in een buisje gespuugd, maar ik heb iets anders naar de Verenigde Staten gestuurd. Dit is van het bedrijf van Jessica, wat jullie in het begin zagen. En hierin krijg je dus een analyse van al je bacteriestammen die aanwezig zijn. En ik ben nog net een beetje begonnen met het interpreteren van die data, want dat is nog wel het grootste crux van wat kun je daar nou precies mee. In ieder geval waar ik op heb gelet is ook wat Nienke Tode, de poepdokter, die heeft in een podcast met mij gezegd, het belangrijkste waar je op moet letten is de diversiteit in je darmflora. Hoe groter die diversiteit, in principe, hoe gezonder je bent. Dus daar heb ik ook voor mezelf op gelet. En je kan dan ook kijken, dat vind ik heel leuk, hoe je darmflora vergelijkt met andere groepen deelnemers aan dit project. Dus je kan jezelf vergelijken met mensen die ook paleo eten, die rauw veganistisch eten, die veel alcohol drinken of die antibiotica kuur hebben gehad. En het leuke is ook dat je deze test vaker kan doen. Ik heb hem tot nu toe 1 keer gedaan, maar ik was achteraf wel benieuwd geweest hoe mijn darmflora eruit zag na 5 dagen niet eten, bijvoorbeeld. Dus dan kun je heel gericht interventies doen. Dus je kan tegen je cliënt zeggen, oké, ga, ik denk dat het die kant op gaat. Of dan zeg je tegen de cliënt, oké, je doet nu een darmflora-analyse. Je gaat nu deze interventies doen en dan gaan we kijken wat het effect daarvan is. En dat brengt me eigenlijk wel tot de uitsmijter, wat mij betreft, van deze presentatie. En daarbij baseer ik me op een onderzoek uit 2015, uit Israël, Precision Nutrition Project. En de link en zo, kun je op het einde dat nog eens terugzoeken. Maar daarin hebben ze dus gekeken naar een groep van proefpersonen, waarvan continu het bloedsuikerniveau werd gemeten. En die ook vaste diëten hadden, diezelfde vaste diëten en werd bloedsuiker gemeten. En dan het aanname, ook zoals het vorig jaar op het symposium was, ook voor het ontstaan van het metaboolsyndroom, is dat een heftige fluctuaties in je bloedsuikerniveau is eigenlijk niet goed voor je. En wat bleek, dat mensen daar mensen anders reageerden op de inname van bepaalde voeding. Dat vond ik best wel opvallend. In het artikel komen wel 2 leuke voorbeelden voor. Er zijn mensen in die studie in ieder geval die totaal geen reactie hadden op het eten van pizza of ijs. Maar er was ook iemand, werd geïnterviewd, dat was een vrouw met veel gezondheidsproblemen en obesitas. En die dacht dat ze heel gezond at. Maar uit die proef bleek dat ze dat haar lichaam echt enorm reageerde op het eten van tomaten in het bloedsuikerniveau. Dus dan, nou, misschien moet zij wel pizza gaan eten dan tomaten. Nou, ik ben geen diëtist, maar dit vond ik in ieder geval heel interessant. Wat nog interessanter is, van, zij dachten van hoe kan dat nou, hè? Dat mensen anders reageren op voeding. En het blijkt dat het grootste verschil zit in de samenstelling van je darmflora. Dus je darmflora, is de aanname, is heel erg van invloed op hoe jij omgaat met de vertering van wat je binnenkrijgt. Dus dat vond ik heel erg interessant. Want dat is natuurlijk stap 1. Dat we dit nu allemaal gaan meten, dat we dit allemaal gaan weten. Dat we weten wat we dagelijks eten, wat onze genen zijn en wat onze darmflora is. Maar net als de vorige keer, wat is de volgende stap? We meten nu, maar de volgende stap is dat we gaan hacken. En een bekend voorbeeld daarvan is zijn zogenaamde darmflora-transplantaties. En dat wordt vanaf de jaren uit mijn hoofd, 1970 of 1985 in de Verenigde Staten gedaan. Dat mensen bepaalde aandoeningen hebben in hun in dit tract, hoe noem je dat? In een maag-darmkanaal. En dat ze dan de darmflora krijgen van een gezond persoon. En de resultaten daarvan, zoals ik dat interpreteer, zijn best wel revolutionair. Dat mensen vrij snel eigenlijk van bepaalde aandoeningen
afkomen nadat zij de darmflora van een gezond persoon hebben ontvangen. Wat ook heel interessant is, vind ik, is dat er ook regelmatig in studies naar voren komt dat ik bijvoorbeeld heel erg ziek ben. Dat ik daarbij een darmflora transplantatie krijg van iemand met symptomen van obesitas. Dat ik dat krijg, dat ik gezond word. Dan denk ik van, jee. Maar dat ik dan ook binnen een paar weken ook tekenen van obesitas begin te ontwikkelen. Dus dat waarschijnlijk, dat andere aanname van mij, ik weet niet of het klopt, ik ben geen diëtist of arts of wetenschapper. Dat waarschijnlijk ook niet alleen dat hoe jij omgaat met voeding, maar ook misschien de mate waarin jij neiging hebt tot zwaarlijvigheid, dat een belangrijke oorzaak daarvan ook in je darmen zou kunnen zitten. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal laten doen. Misschien over 50 jaar heb je gewoon pilletjes daarvoor. Net als die gene editing van net, dat weet ik niet. Maar de ontwikkelingen gaan heel erg hard. En waarom zou je dat door een arts of onderzoeker laten doen? Dit is mijn laatste persoon van mijn verhaal. Dit is Josiah. En ik noem mezelf biohacker, maar dit is echt een biohacker. Josiah die heeft een do-it-yourself, een do-it-zelf darmflora transplantatie laten doen. Hij was klaar met de reguliere geneeskunde. Ik moet erbij zeggen dat hij ook voor NASA werkt en dat hij ook heel iets moeilijks heeft gestudeerd. Maar goed, het is wel een beetje gek natuurlijk. Want hij had allemaal last van bepaalde aandoeningen en op een gegeven moment was hij daar klaar mee en hij kan niet verder. En hij had een goede vriend, Michael. En toen zei hij van, ik ga de darmflora van Michael ga ik bij mezelf implanteren. Nou, als je het leuk vindt, ik heb een link naar het artikel opgenomen straks op het einde. Het is echt een heel fascinerend verhaal. Want hij is dat zelf gaan klussen. En hij zegt dat na zijn darmtransplantatie, dat hij af is van zijn problemen in zijn darmen. Dat hij veel beter tegen alcohol kan. Nou, ik weet niet of die twee dingen, dat het een placebo-effect is, maar ik vind het wel interessant. Wat ik nog boeiender vind, wat ik heel grappig vind, is dat hij zelf, hij was meer van het hartig eten, dus kaas, et cetera. Maar zijn vriend Michael, van wie hij die darmflora kreeg, dat was echt een zoete kou. In het artikel komt ook voor dat Josiah nu veel meer zin heeft in het eten van zoetigheden. Dus ik weet ook niet of dat placebo is, maar het zijn wel een aantal anekdotisch bewijs dat je darmflora heel belangrijk is voor je smaakvoorkeur, voor of je misschien zwaarlijvigheid kan ontwikkelen, hoe je lichaam omgaat met voedsel überhaupt en je gezondheid. Maar, zoals jullie merken ben ik echt een techno-utopist, ik vind dit soort ontwikkelingen allemaal hartstikke leuk, maar ik heb vaker van dit soort lezingen gegeven en dan krijg ik allemaal vragen, dus ik dacht, die ben ik voor. Want wat zijn nou eigenlijk de nadelen van dit soort ontwikkelingen? Zoals ik het zie zijn die er vier. Dus de eerste is wat jullie ook wel kennen, orthorexia. Dus zoals ik omga met voeding, wordt dat niet een obsessie met gezonde voeding? Of als ik weer voor jullie een toekomstbeeld kan schetsen. Als ik in de toekomst een app heb, en die app die is gekoppeld aan mijn wc. In een wc wordt altijd mijn darmflora geanalyseerd. En met de app weet ik ook, omdat ik eet op mijn smartplay doe, wat ik eet. En die weet hoeveel ik beweeg, want dat weet via Moves. En de app zegt dan tegen mij, Peter, goedemorgen. Nu moet je over 2 uur, moet je 3 eieren eten met zoveel gram boter en nog een beetje spek. Leidt dat dan niet af van wat voeding eigenlijk voor ons is? En wordt voeding dan niet te veel een kunstmatig ding? Ik weet het niet, ik vind het, mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. In december ga ik ook maand testen met Soylent. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een soort van groene shake. Daar zit alles in, zeggen ze. Er zit verder niks nodig, dus heel handig. Kun je gewoon doorwerken, maar heb je al je ontbijt, middageten en diner gewoon in de shake. Tweede is natuurlijk macht aan de algoritmes. Dus als we doordenken over die app die mij advies geeft, op basis waarvan geeft hij dat advies aan mij? Weet ik welke rekenmethoden en aannames daarachter zitten? Maar nog een stap verder. Ik heb jullie verteld over Moves. Moves weet hoeveel stappen ik zet en Moves weet allemaal waar ik ben geweest. Maar Moves is eigendom van Facebook. Dus Facebook weet niet alleen wat ik leuk vind, maar Facebook weet eigenlijk nu ook al stiekem van mij waar ik allemaal ben geweest. Dat ik nu hier ben. Ik vind dat nu niet erg. Ik zie mezelf als proefkonijn en ik vind het leuk om erover te vertellen. Maar ik weet niet wat de impact van al die kennis die Facebook nu over mij heeft over 5 of 10 jaar. Of neem 23andMe, mijn genen.
Het bedrijf 23andMe is voor 30% eigendom van Google. Dus Google, die is ook niet gek. Ik noemde Ray Kurz wel, die transhumanist, die is ook van Google. Die zien ook geneninformatie eigenlijk als de volgende laag die zij weten. Misschien zijn ze nu al bezig om te kijken mijn genedata te vergelijken met andere genedata van andere mensen en dat te vergelijken met mijn zoekresultaten. Misschien doen ze dat al, misschien krijg ik al resultaten op basis van mijn DNA-profiel. Ik weet het niet, maar het zijn wel dingen waarvan ik het belangrijk vind als ik dit soort presentaties geef om in ieder geval te benoemen. En derde is, van, bestaat er wel zoiets als optimale gezondheid? Ik werd nog gewezen door Chief van Chifo, die ik ook in de podcast heb gehad, op een onderzoek uit 2016 van Anderson en Travis, waarin ze hebben gekeken naar sporters. En die vertoonden volgens de bloedwaarde allerlei tonen van overtraindheid. Dus cortisol naar beneden, cortisol omhoog, testosteron naar beneden, IL-6 omhoog. Maar het bleek dat die sporters eigenlijk in de vorm van hun leven waren. Dus data, bloedwaardes, dat is eigenlijk maar één onderdeel van het hele spectrum wat om een mens heen zit. Daarom denk ik ook niet dat als jij hier zit als arts of onderzoeker of diëtist, dat je gaat verdwijnen, dat je wordt overgenomen door robots. Omdat het altijd nog wel gaat om de mens in context tot die data. En dat heeft ook wel te maken met het vierde punt, is eigenlijk alles wel meetbaar? Als we het hebben gehad over genen, hoe komen genen tot expressie? Je lichaam is veel meer dan nullen en enen. Er zitten niet alleen biologische processen, maar ook epigenetica, chemische processen en zelfs elektrische processen in. Ik heb zelf ook onlangs, het valt hier een beetje buiten, wat ervaringen gehad met spiritualiteit en psychedelica. Dan had ik in ieder geval dingen ervaren en gezien waarvan ik denk van ja, kunnen we eigenlijk alles wel meten en moeten we dat eigenlijk wel willen. Maar je ziet in ieder geval dat vanuit de commercie dat er een heel grote drang is van gadgets, wearables, toepassingen, om dat allemaal in ieder geval wel mogelijk voor ons te maken. En daarom denk ik ook dat in welke hoedanigheid je hier ook zit, of je nou arts bent of diëtist bent, dan gaan mensen bij je komen, denk ik, dat is mijn visie, over 5 jaar of misschien al eerder, en zeggen van, ja, ik heb hier mijn genenanalyse en loop hier meer kans op. Kun je mij dit alvast voorschrijven? Of als je diëtist bent, dan mensen zeggen van, hey, ik heb in de Verenigde Staten een darmflora-test laten doen. Volgens mij is hier ook een stand dat je dat ook kan doen. Op basis van deze analyse moet ik dit toch doen? Is dat zo? Dus ik denk, samen met wat ik net heb gezegd over de menselijke factor, dat dit soort ontwikkelingen ons allemaal gaan beïnvloeden. Elske Bosgaas zal straks vertellen over wetenschap, daar heb ik het niet over gehad, maar je hebt ook zoiets als citizen science. Dus bedrijven zoals 23andMe en YouBiome, dit zijn echt de topgasten op alle medische congressen. Want zij zitten op een berg data. En als je dat combineert met kunstmatige intelligentie, waar ik het net over had, dan ga je niet meer uit van hypotheses, maar heb je gewoon een berg data waar je slimme algoritmes op loslaat, die allerlei verbanden kan ontdekken. En er zijn dus mensen zoals Ray Kurzweil en andere transhumanisten zoals Aubrey de Grey, die zeggen dat we door de combinatie van persoonlijke data en kunstmatige intelligentie kunnen we alles oplossen. Dus kunnen wij gaan ontdekken wat nou kanker veroorzaakt en kunnen we dat genezen. En worden we uiteindelijk 1000 jaar oud. En daarom is er geen ruimte meer op deze planeet. En daarom is Elon Musk nu bezig om te kijken of we naar Mars kunnen. Dat zijn allemaal dingen die gewoon nu gebeuren. Dus dit verzin ik allemaal niet. Maar ook als je hier zit als geïnteresseerde leek, dan hoop ik dat mijn verhaal jullie iets heeft verteld over wat er allemaal kan met Quantified Self. En ik nodig jullie vooral uit om niet per se aan Quantified Self te doen, maar misschien wel te experimenteren. Want dat vind ik het allerleukste aan mijn blog. Dingen die ik doe, gewoon af en toe dingen uitproberen. En bovenal wat je ook doet om goed naar je eigen lichaam te luisteren. En als je nog meer wil weten, op projectleven.nl/ahs16 heb ik de presentatie staan en ook alle links naar al die onderzoeken, bijvoorbeeld ook in Israël, et cetera. Als je dat leuk vindt. En ook over het verhaal van Josia, wat ik echt lezenswaardig vind. Daar kun je dan meer over lezen. Daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Jeetje Peter, ik weet niet hoe het met jullie is, maar voor mij gaat er een enorme wereld open. Ik schrik ervan, eerlijk gezegd. Ik vind het heel interessant, dankjewel. Nou, het kan niet anders dan dat er heel veel vragen bij jullie opkomen. Wie heeft er een vraag voor Peter? Ja, als u op het knopje duwt van de microfoon
En hem weer loslaat? Ja, ik hoop, ja, hij doet het. Je gaf bij die vier nadelen ook onder andere aan van gezondheid, is alles meetbaar. Als ik nu kijk naar wat Machteld Hubert onder andere zegt over gezondheid. En dat is ook een beetje de definitie die World Health Organization heeft. Het is het aanpassen aan een huidige situatie. En zich daar, het aanpassingsvermogen wordt dan inderdaad heel belangrijk. Aanpassingsvermogen lijkt me best lastig om te meten. Want ga eens kijken naar mensen die iets verschrikkelijks overkomt. En dat ze bijvoorbeeld bepaalde functies verliezen, hoe ze daarmee omgaan. En je soms dan zeg je van jongens, ja, die kwaliteit van leven die moet je niet willen. En dus toch gaan mensen soms verder en verder. Dus ik denk dat dat inderdaad gezondheid meten, dat wordt nog een knap lastige als je dat inderdaad in aanpassing doet. Ja, ja, interessante opmerking. Want voor zover ik weet worden al dit soort onderzoeken nu wel uitgevoerd op gewoon gezonde mensen die dat doen. En dat er inderdaad ook nog, naar mijn idee, nog geen eenduidige definitie is van wat gezondheid nou is. En als je die hanteert zoals jij die aangeeft van de World Health Organization, dan denk ik ook inderdaad gelijk over dat mensen die bepaalde aandoeningen hebben. Maar ja, inderdaad, hoe kun je meten voor dingen die nog niet zijn voorgevallen? Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Ja. Is er nog iemand anders die iets zou willen vragen? Ja, hiervoor. Ik heb nog een vraag. Ik heb jou heel lang gevolgd. Ja, een beetje gedoe, hè? Ik heb jou heel lang gevolgd. Daar ben ik op een gegeven moment zelfs ook weer mee gestopt, want ik heb mijn eigen bioritme, zeg maar. Maar ik weet nog dat wij toen een keer gesproken hebben en ik zag hem er ook tussen staan. Toen had ik, jij vroeg ook elke keer aan je lezers van wat zal ik de volgende keer testen? Hè? Want je bent ook op zoek naar projecten. Zeg maar. Toen had ik een keer geopperd, doe eens niks. Doe eens rustig, hou eens op, ga eens gewoon slapen. Maar eerlijk gezegd, volgens mij ben je daar toen hebt met mij over gecommuniceerd. Heb je dat nog gedaan, vroeg ik me af. En ja. Wat leverde jou dat op? Ja, nee, dat heb ik nog gedaan, want ik kreeg dat signaal vanuit meerdere hoeken. Dus afgelopen maart heb ik dat gedaan. Toen ben ik echt een maand gestopt met het meten van alles. En in het begin had ik wel een soort van afkikverschijnselen. Voelde ik me wel een beetje naakt of zo. Van, ja, een soort van, ja, het klinkt net of ik op de diva zit. Nou, ik snap het wel, ja. Maar het maakte ook wel wat meer vrijheid, of ja, ik merkte wel dat ik wat meer op mijn gevoel kon leven. Dus ik heb ook in de loop daarna mijn gedrag wel iets aangepast. Bijvoorbeeld, kon ik echt niet hardlopen zonder gadgets en zo. En nu af en toe denk ik van, nou, ik vind het wel lekker om gewoon te sporten zonder dat er iets wordt geregistreerd. Dus wat dat betreft doe ik het wel. En ik probeer ook kritischer te kijken van wat voor meetinstrumenten heb ik nu voor dit project nodig. Want een misvatting rondom Quantified zelf is dat ik altijd bezig ben eigenlijk met mijn persoonlijke data. Maar wat je ziet, dat meetdingen, dat die steeds, technologie wordt steeds onzichtbaarder. Dat is ook wat Kevin Kelly zegt. Dus bijvoorbeeld die weegschaal van mij, daar sta ik op en verder doe ik niks. Hoe ik mijn slaap meet, daar hoef ik eigenlijk ook niks aan te doen. Op het moment dat we allemaal, ik denk ook dat Auping over 10 jaar, dat je gewoon een matras koopt waar dat gewoon in zit. Over 20 jaar dat je een wc koopt waar gewoon standaard, als je erop gaat zitten, dat je gewicht wordt gemeten en je darmflora wordt geanalyseerd. Dus dan wordt het steeds minder, het meten wordt steeds minder gedoe. En ik analyseer mijn data ook als ik er zin in heb. Dus af en toe op een zondagmiddag als het regent. Maar ik ben er niet elke dag mee bezig. Nee. Maar het is wel. Want ik zat bijvoorbeeld te denken, ik zag dat jij ook de paleo voedingenmaand had gedaan. En, maar ik denk verder, voor mij is paleo veel meer dan voeding namelijk. Dat is een leefstijl. Maar verder heb jij niet op een paleo manier geleefd. Want dan ben je echt niet aan het biohacken de hele dag. Dus dan zit je, volgens mij zit jouw cortisol dan dus wel hoog, zeg maar. Zo de manier waarop jij, ik denk althans dat jij een beetje in het leven staat. En dan vind ik dat dus geen goede meting, zeg maar, snap je? Ja. En ik denk dat dus wel, nou spreek ik voor mijn eigen parochie, maar ik denk dat dus wel met meer projecten is. Je blijft toch altijd scheef zitten met wat je, ja, hoe je het doet. Doe je het lang genoeg, hè? Ik bedoel, een maand, ja.
Nee, misschien dat klopt ga je ook. Pas na 6 weken dingen meten. Ja, weet je wel? Dat had ik bijvoorbeeld ook toen ik vegetarisch ging eten. Toen merkte ik ook vermindering in mijn sportprestaties. Maar ik dacht van ja, is dat nou vanwege het vegetarisch eten of omdat mijn lichaam gewend is aan een bepaalde voeding en is een maand eigenlijk tekort. Dus ik ben het wel met je eens. Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel altijd wel probeer om die andere variabelen te beïnvloeden. Maar dat doe ik het eigenlijk alweer. En bijvoorbeeld het meten van mijn stress probeer ik wel te kijken dat dat in mijn maandproject tegelijk is. Maar ja, ik kan het nu nog niet doen, want ik heb nog een baan voor 3 dagen daarnaast. En ik moet dan ook met mijn vriendin overleggen. Maar zoals dat project wat die Amsterdamse dame heeft gedaan, is een jaar lang als oermens geleefd. Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Echt goed. Maar ja, dan moet je ook weer meten, dus of dat weer kan. Maar ja, misschien is dat ook iets voor Elske. Sorry. We hebben nog tijd voor nog één vraag. Eén vraag. Meneer achteraan. Nou, dat heb ik toevallig 3 maanden geleden gedaan. Ja, daar heb je bepaalde apps voor. En, maar, ja, nee, dat is wel een goede vraag. Want nu lijkt het of ik echt een soort van datarobot ben. En dat ben ik ook wel. Maar, wat ook heel belangrijk is in mijn leven is dat... Ja, dat is ook waar. Dat ik ook heel veel dingen kwalitatief beschrijf. En dat vind ik ook vaak het leukste ook binnen mijn projecten. Dus ik heb een dagboek waarin ik alles bijschrijf. En dat vormt vaak ook de basis van mijn project. Dus niet zoals ik het opschrijf en zoals ik het beleef. Dus voor mij is geluk... En voor mij kan geluk verschillende dingen zijn. Dus ik kan gelukkig worden als ik een rondje ga hardlopen en ik heb een bepaalde tijd gehad. Maar het kan ook zijn als ik hetzelfde rondje ga hardlopen zonder gear. En dat ik gewoon even van de natuur kan genieten. Maar ik kan voor mezelf die afweging maken. Dus. Gelukkig maar. Peter, dankjewel. Volgens mij roept het heel veel vragen op weer. Heel leuk. Bewaar ze voor in de pauze. Misschien ben je er in de pauze nog bij. Ja hoor, ja. Jullie weten hem vast te vinden.